was toen heel leuk. Ja. Ik wil eruit. Wat leuk. Het huisje. Mooi hoor, moet je kijken. Tadaa. Gezellig. Kan je dat beter zien, hè? Kan met zelf. Ja. De lieve nachtje feest op kunnen uploaden. Dus het zijn kwik, kwek en kwak. Ik krijg versterking. In de koffer. Dus ik ga in de sauna zitten. Oh. Avonds. Zo. Wie zit dit in? Was Lucilla nou? Oh. Yeah. This can't stop loving you. Mama. Ah, Luxie. Een hele goede dag. Hallo. Een nieuwe vlog. We zijn de Bellinga's familievloggers en jawel, de kinderen zijn vanochtend naar school geweest. Ja. En wij gaan er een weekendje tussenuit. Twee daagjes. En twee nachtjes. Naar de schapper. Naar de schapper. Ik heb net de auto volgedenkt. Ik zal jullie even aan mama geven. Ja, papa, nou, we hebben net de kinderen opgehaald. Woes en de Pip mogen lekker mee. Luxie zit daar lekker in de stoeltje te eten. Ik heb hier eten meegenomen. Zit even lekker te lunchen. Hallo Pipje. Te lunchen op de achterbank. En het is voor ons 2 uur rijden naar Limburg. Zoals jullie horen heb ik een beetje last van mijn keel. Oh, broodje. Lekker broodje. En we gaan dus een lekker weekendje weg naar Landal Schatberg in Limburg. Zo, dan zullen we met papa mee? Ja. Even inchecken? Ja. Nou, kom. Net daar, ja, daarheen lopen. Naar de receptie. Heb je die mooi gemaakt? Ja. Kijk, het is mooi. Zo. Want... Doe maar de deur open, grote meid. Kijk of je die nog een keer duwen. Staat er. Oh, ja. Papa. Dat lukt je heel precies, hè? Oh, we zijn er weer. Goeiedag. We zullen hem even inchecken en de sleutel halen. Nou, Lucilla, je hebt wel babbeltjes voor 10 hier, hè, ja, bij de receptie. Nou, weet je wat er komt? Je kijk, kent het hier snor. Al. Snor. Snor. Ja, ik moet hem ook scheren vanavond. Voel ze bij mij dan? Voel je die stoppetjes? Ja. Ik voel die stoppetjes. En ik zie het ook. En hier zit gewoon heel haar. Ja. Nou. Met het meisjeslippen. Ja, dat heb je mooi geritseld. Maar laat eens kijken naar je handen. Kijk, Lucilla is nu net een chirurg, hè. Nou, Zilla, wat heb je daar? Laat eens kijken. Sleutel. De sleutels, dan zeggen we dankjewel. De sleutel. Naar huisje nummer 95. Ja, kom maar, haal mijn schoon. Oh. Wat hebben Lucilla en papa opgehaald? Een sleutel. Mooi. Nee, Luxie. En welk nummer staat erop, Zilla? Huisje, wat is dat voor nummer? Nummer? 95. Leuk je weer te zijn. We zijn hier 1,5 jaar geleden. Zeg je dat goed? Ja. Ongeveer 1,5 jaar geleden. Nee, 4 jaar geleden. Ongeveer 1,5 jaar geleden zijn we hier ook geweest. 1 jaar geleden. En toen was Luxie nog een hele kleine baby. Toen kon ze alleen maar liggen in de box. Dus Luxie weet er niks meer van. Dus dat is natuurlijk wel leuk, hè? Ja, ik herken het nog hier. Ik ken het ook nog. Ik ken Ik ken leuk, hoor. Ja, mama, hoe oud was ik toen nog? 1,5 jaar minder dan dat je nu bent. Oh, 3. Ja, 3. Oh, toen was Luxie heel klein. Toen was Luxie denk ik nog 0. Toen kon Luxie nog niet rollenbollen. Alleen maar liggen op de rug. En mama, ze was toen 0. Ja, zo snel gaat het. Dat was toen 0. Ja, en toen was het nou al bijna 2. Oh, en man, toen was ik 5. Oh, wie is het? Pollo! Oh, dat is Pollo. Zie je dat, Luxie? Luxie, wie zag jij? Pollo, Luxie kan dat Pollo zeggen. Dat was Pollo, Luxie. Schattig, ja. Oh. Als ik vaak een filmpje zet van Pollo aan... Pollo! Pollo! Zegt ze nu al. Wie zag jij net, Luxie? Bollo, dat betekent Bollo. Ja, schattig, hè? Luxie vindt Bollo nu ook steeds leuk en interessanter. In het begin vond ze Bollo een beetje eng, maar nu als ze Bollo ziet, herkent ze meteen van Bollo dat dat Bollo is. Ook omdat we de filmpjes heel veel kijken op YouTube. Ja, liefie. Maar ze herkent nog niet dat in een filmpje dat Bollo klein is en in het echt Bollo groot is. Nee, ja. In het echt, ja. Als ze Bollo in het echt ziet, hè? Bollo, Luxie. Dat zegt ze altijd... Vindt ze het een beetje spannend, hè? Ja, dat vindt ze zo verlegen. Dan vindt ze het een beetje spannend. Het is een beetje verlegen, maar dat is niet erg. Boezel die kan dan niet wachten om uit te stappen.
Ik zit de hele tijd al hier bij dat raam. Die denkt, ik wil eruit. Aan de plas. Iedereen nog vorig jaar? Oh, of zijn het hetzelfde ja. Ja, nee, vorig jaar hadden we 123. Ik had nog even die vlog teruggekregen van Schatberg. En toen hadden we 123. Toen hadden we 1, 2, 3. Hadden we 1, 2, 3, ja. Nou, Lonne heeft ons even voorgereden. Hallo Lonne. Hallo. Leuk hier weer te zijn. Ja. En Lilo is in de luxe. Lonne wou jullie wat geven. Ik kan. Er zitten wat leuke spulletjes in voor jullie. Oh, wat leuk. We hebben de drone meegenomen ook. Ja, laat de hondjes mee even snuffelen. Die hebben 2 uur opgevouwen gezeten in de auto. Nou, we gaan even het huisje bekijken. En dan zien we je straks om 4:30. Kijk, dit is onze huisje voor dit weekend. Ja, dat is een mooie tuintje. Wauw, bij het water. Zie je dat? Ja, nou kunnen jullie zwemmen hè, met je diploma. Ja, die springen er niet in. Woes, geen visjes vangen, jongen. Geen visjes vangen, jongen. Lekker, hè? Pip ook geen visjes vangen. Kom maar, Luxie. Hoi, meisje. Kijk, en dat is het huisje. Leuk huisje, hoor. Lekker tuintje. Ja, je kunt hier lekker zitten. Ja. Ja. Ja, mooi, hoor. Moet je kijken hoe je zit bij het water. En we hebben heerlijk weer met het zonnetje. Wauw. Ja, we gaan binnen kijken. Heel erg benieuwd hoe de binnen eruit ziet. Ja, kom maar, Pipje, kom. Kom maar, Pip. Kom maar. Ah, Luxie, kom maar kijken, liefie. Gaan we het huisje kijken. 3, 2, 1. Tada! Kom maar, Luxie. Luxie, ook kijken. Oeh. Wat is dit nou? Lampjes aan. Hier is het halletje. Mooi, wat gezellig. Oh ja. Oh, dit is een hartstikke gezellig huisje. Kijk eens, Luxie. Mooi. Wat een mooi huisje. Hé, dat ziet er gezellig uit. Ik denk dat dit niet de enige is. Ja. Kacheltje meteen aan. Dat is het eerste wat we doen. Kachel aan. Eerst zet hij aan, ja. Oh, mooi. Ja, deze is wel een stuk nieuwer als die vorige keer hadden. Oh, Bobo heeft al een Jules water. En hier een lekker servicepakketje en lekker brood. En vind je het leuk? Ze vinden het leuk. Mooi, hè? Heel erg leuk. En dan, waar gaan we dan naartoe? En dan? Ja, we lopen je achterna. Kom maar kijken, Luxie. Kom maar kijken. Waar gaan we dan naartoe? Is dat de badkamer? Ja, een badkamertje. Oeh, met een douche. Heel mooi. Oh, kijk. Hier kun je slapen. Kijk, nou kan je het al beter zien, hè? Dit is de slaapkamer. Wat hebben we daar? Oh, dit is mama en papa's slaapkamer. Is dit mama's en papa's slaapkamer? Oeh, ook zo'n slaapkamer. Gaan we de gordijntjes open? Ook weer de gordijntjes open. Kijk, woezel, we kunnen wel wat zien. Woezel, woezel. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Wat zit daar? Ah, dat is de wc. Hé, hey, maar als we nou alle slaapkamertjes hebben gehad, wat is er dan boven? Luxie, zullen wij even boven kijken? Kom. Wat is er boven dan? Nee, papa zei een heel klein huisje. Dat is een hele grote sauna. Kijk eens, oh, wat een lekkere grote. Zo, hé. Geen verwarmtje erbij, wat heel leuk. Voor Luxie is. Nee. Oh, maar dat is niet verteld. Wauw, en wat is dit? Een bubbelbad. Oh, yes. Dat is lekker. Lekker. Ik heb zelf een bubbelbad. Oh, ook nog een bubbelbad erbij. Ja. Kijk. En nog een zonnebank. Een zonnebank en nog een babybedje erbij. Kijk, hier kunnen mama en papa slapen. Nog één. Wat is dit? Nog een slaapkamer. Kijk. Nou, dan gaan we nu alle spulletjes uit de auto pakken. Oh jongens, mijn stem is echt heel erg pijnlijk op het moment. Dus mama, ik praat even niet zo heel veel meer. Kan je dit openmaken? Ja, wat heb je gekregen? Zullen we eens even kijken wat er allemaal in zit? En dit is het uitzicht hier mama, bij onze kamer. Kijk dan, wat mooi. Dit, oh, een dit, mooi kleursetje. Heeft Luxie dit gekregen? Ja. Ik maak ook even die voluxie open, liefie. Oké. Kijk eens. Dat zijn de kleurtjes.
En hier hebben ze niet alleen Bollo. Hier hebben ze ook Lila Lavendel en Tommy Tomaat, dat ik me nog kan herinneren. En hier zitten. Wie ook kleuren? Ja, ze heeft hier ook een eigen kleurdingetje. Zo. Kijk, dan gaan de meisjes hier even wat kleuren. Zo. En dan gaan mama en papa eventjes lekker alles uitpakken. Moet je wel even een stoel tegen elkaar aanzetten. Oh, ja, dan kan ze er niet tussen vallen. Mooi hoor, jongens. Jij ook nog. Ja. Zo, kijk. Daar zit Luxie veilig hier tussenin, hè? Ja. Nou, jullie even lekker kleuren. Dan gaan mama, papa en mama even alles uitpakken, goed? Het is natuurlijk altijd weer een hele inboedel die wij meenemen met de drie kinderen. En de vijf personen en de twee honden. Dus de hele auto die ligt altijd weer bomvol bij ons. Ja, we hebben een weekend hier. En alles zit in de auto. Oh, Woesepip, blijf. En Woesepip moet even daar blijven. Eens even kijken of ik in de auto kan. Ja, kijk. Dan hebben we hierachter hier allemaal spullen bij de kinderen nog liggen. Daar hadden we dekentjes hadden we meegenomen omdat ze 2 uur in de auto zaten. En ook lekker om daar dekentjes te hebben en zijn tas. In deze tas zitten alle speeltjes in, zeg maar. Wat ik wat speeldingetjes van thuis heb meegenomen. En die ga ik allemaal even uithalen. Maar eerst maar eens even de dekens eruit halen. Zo. Hoppatee. Zo. Dan hebben we ook een lekker dekentje op de bank. Dat is wel lekker, hè, jongens. Kijk. Dan hebben we dekentjes. Leggen we hier lekker op de bank neer. Even kijken wat dit is. Ik dacht, dit zijn de handdoeken. Maar dit zijn geen handdoeken. Nee, dit is een... Wat is dit? Een theedoek. Nee, het is geen theedoek. Ik weet niet wat het is. Mama, gaat er even naar als een theedoek. Ah, ik weet het al. Het is een waszak, denk ik. Een waszak. En hier hebben we de handdoeken en de theedoeken. Hier. Kijk, die hangen we eventjes netjes op. En dan hebben we ook nog een pakketje met thee erin en koffie volgens mij. Kijk, een lekker theedoosje erin met koffie en thee erbij. Dat komt ook goed voor pas. Wat een lekker doosje. Ja, het was hier 16 graden. Ja. Dus we hebben hem even op 24 gezet nu. Ik heb de sauna bovenop al gezet. Dan gaan we straks met z'n allen in die sauna zetten. En dan eten ze al goed op familietemperatuur. Ja. Nou, ik ga eventjes de boodschapjes uitpakken. We hadden ook zelf de boodschapjes meegenomen. Ja. Even de koelkast inruimen. Ik krijg lekkere chippies voor 's avonds mee. Ik heb een beetje honger. Je hebt een beetje honger in de buik. Honger hebben ze in Afrika. Je hebt trek in de buik. Heel even de koelkast uit inruimen. Maar wat mijn keel betreft, jongens, ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik werd vanochtend wakker met een ontzettend ruwe stem. Ik kon amper praten vanochtend. Het is nu een stuk beter geworden. Maar ik voel me in principe goed. Ik heb alleen heel erg last als ik praat met mijn stem. Maar het is in ieder geval al een stuk beter dan het vanochtend was. Want vanochtend kwam er echt geen zinnig woord uit. Dus ik heb ook van die pastilles genomen. En dan gaat het alweer wat beter. Het is niet van een nachtje feest of zo, mijn stem. Het is echt gewoon een koudje opgelopen. Denk gisteren in de sauna, denk ik. Vermoeden. En tijdens het editen zie ik dat ik de koelkastdeur nog open heb laten staan. Niet opzettelijk, maar sorry jongens, ik zie het pas tijdens editen. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Oké, we gaan weer verder met de vlog. Zo. Dan heb ik hier nog allerlei dingetjes mee. Zoals een lekker tomatensoufflé voor tussen de middag. Wat honing. Lekker wat popcorn. Chocola natuurlijk. Mozzarella. Chocopasta, zetten we daar neer. Worstjes, knakworstjes. Ik heb inmiddels de keuken helemaal ingepakt. En wat ook niet heel onbelangrijk is voor ons, is het, hoe noemen we het altijd? Digitale hoekje. Het internethoekje, het laptophoekje, het vloghoekje, het camerahoekje, hoe je het ook wil noemen. Kijk, dat heeft Daniel hier even gemaakt. Zodat we al onze camera's kunnen opladen. Daniel heeft ook de drone weer mee natuurlijk. En de laptop en de normale camera en al die andere dingen. Even wifi erop zetten. Wifi even uploaden. Aanzetten, dat we kunnen uploaden. Dus daar maken we altijd even een camerahoekje van. En dan hebben we hier de kamer. En wie zit er daar weer lekker op de bank geploft voor de tv? Dat zijn Kwik, Kwek en Kwak. Zitten jullie lekker voor een filmpje, jongens? Ja. Ja, hè? Dan gaat mama nog boven even de koffer uitpakken, goed? Ja. Is het eng, Lucilla? Als het eng is, moet je niet kijken, hè? Wat zijn jullie aan het kijken? Oh, een spannend filmpje. Oh, dat komt altijd goed, hè? Terwijl hun nog even lekker hier in de kamer tv kijken. Inmiddels is het al lekker warm in het huisje geworden.
ga ik even naar boven om even de klerenkoffers nog uit te pakken. Daniel heeft gelukkig al de sauna warm gemaakt, zodat we straks even lekker met z'n allen in deze heerlijke familiesauna kunnen, wat echt super lekker is. De kinderen gaan dus hier slapen. Hebben hier even bedjes opgemaakt. Want we vinden het wel fijn om met z'n allen op één etage te liggen, zeg maar. En wij liggen boven met het bedje van Luxie. Vandaar dat de kinderen dan ook daar liggen. Liggen we met z'n allen op één etage. Kijk, wij liggen dan hier in deze kamer. Ook hier bedden even opgemaakt. Die waren trouwens al opgemaakt, deze bedden. En dan ga ik hier deze grote koffer even uitpakken. Waar eigenlijk de kleren voor ons vijf allemaal in zitten. In één grote koffer. Voor 2 dagen. Maar goed, die ga ik nu wel eerst eventjes uitpakken. Zodat ik een beetje overzicht heb. Van alle kleren van iedereen. Want het zit namelijk allemaal lekker in een grote koffer gepropt. Hij komt maar net dicht. Hier zit alles kleren in. Ik heb ook nog wat spelletjes meegenomen. Wat schrijfboekjes voor Luan, vindt hij altijd wel leuk. En een logo. Wat natuurlijk ook een leerzaam spelletje is. Voor de rest zie je allemaal kleren door elkaar heen. Dus ik ga het even met je sorteren. Dit is overduidelijk van Daniel. Dus even de kleren van mij en Daniel, die ga ik hier in de kast leggen. En de kinderkleren, die ga ik dan in de andere kast leggen. Ah, yes, ik krijg versterking. Kom Lucilla mij helpen? Versterking, dat je me komt helpen. Dat je me komt versterken. Dat betekent versterking. Kom je me helpen met de koffer uitpakken? Ja. Lucilla kan namelijk heel goed kleertjes uit de koffer halen. En opvouwen, schatje. Ja. Nou, alles eruit vouwen. Kijk, deze is bijna gedaan. Ja. Alleen moet het nog zo. Luan, die legt alle handdoeken op de plaats, jongen. Nee, ik leg de handdoeken even bij de sauna. Want we gaan even in de sauna. Oh, gaan jullie zo even in de sauna? Oké. Okay, nu even in de sauna. Oké, okay. Nou volgens mij is het nog niet warm, hoor, jongen. Dit is... Maar maakt niet uit, dan mag best even in de sauna. Ja, dat is jouw broek. Heel goed. Die leg maar op een stapeltje voor Lucilla. Dan dus gaan we het even een beetje sorteren. Oh, mama, dus een beetje bedoel je broek bij shirt bij shirt? Ja, ook. En van Lucilla bij Lucilla en Luxie bij Luxie en Luan bij Luan. Oh. Dus hier een beetje bij elkaar. Want het is nou een beetje een warbeltje. Ik heb vanochtend moest ik het een beetje snel inpakken. Dus ja, dan gaat dat zo in de koffer. Hier leg mij. Doe ik niet zo moeilijk over. Maar goed, dan moet je wel even netjes opvouwen als je het uit de koffer haalt. Shirt. Luxie die komt ook even helpen. Ja, Luxie vindt het altijd heel erg leuk om hierin te zitten. Yes. Kijk, Lux, maar er zitten nog allemaal spulletjes in, schatje. Kijk, wat zit er allemaal in? Hé, hey, wie hebben we hier meegenomen? Wie is dat? Dat is Bollo. Hier, hou Bollo maar vast. Bollo, die woont hier. Heel erg mooi gesorteerd, Lucilla. Heel mooi. En Luxie die heeft inmiddels haar speelplekje gevonden in de koffer. Met haar handtasje. Hé, hey, ben je weer in de koffer gaan zitten, Luxie? Ja. Dat vindt ze altijd zo gezellig in de koffer. Moet dat weg? Kijk, dit is jouw thuispakje, liefie. Die hangen we hier op jouw bedje, goed? Die kun je lekker aan als we lekker gaan chillen thuis. Terwijl de meisjes mama heel goed meehelpen hier met de koffer, is het opeens heel erg stil in de sauna. Kijk. Het is hier lekker warm, joh. Wauw. Thuis niet. Dit is echt lekker. Ja, dat zou je thuis ook wel willen hebben, zo'n sauna, hè? Nou, dan ga jij nog even lekker rustig in de sauna zitten. Ja. Lekker relaxen. En even bijkomen van school, want je hebt ook een hele drukke schoolweek gehad natuurlijk. En dan ga ik even met de meisjes alle kleertjes opruimen, goed? Ja hoor, is goed. Hoe gaat die ook weer aan? Kijk, zo moet je hem aandoen, hè? Hier aan, knopje. Piep. Moet hij in de kant? Zo. Wat is het allemaal met die koffer te doen? Ze is er heel druk mee in de weer. Oh, die moet over de beentjes heen. Oh, dat is het. Net zo, Luxie. Nou, fijn hoor dat je mama zo goed wil helpen met de koffer. Ja. Ja, het is echt heel fijn dat je zo goed helpt. Liefie, je bent zo lief. Oh, ja, dat gaat ook nog dicht ook nog. Oh, en die andere kant ook. Ja, dat vindt ze natuurlijk leuk. Kijk, en dan gaat ze zo in de koffer zitten. Oh, Luxie. Samen met Bollo. Ja, wat gezellig. Bollo er ook onder. Dat is zo lief. Ja, Bollo erbij. Nou, laten ze met de kassa spelen. Ook even op de badkamer. De handdoekjes op de verwarming hangen. En dan heb ik alles uitgepakt. En dan ga ik eens even kijken hoe het beneden is. Want Luxie en Lucilla die zijn lekker beneden aan het spelen. Hallo, liefie. Kijk.
Nou, ons hele huisje is uitgepakt en wel. Papa die heeft het computerhoekje helemaal klaar. En we hebben hier het hele speelgebeuren van de kinderen natuurlijk alweer helemaal klaar. Kijk, en Moes en Pip zitten daar lekker aan het lijntje. Hallo Moes en Pipje. Die zitten er lekker aan het restje, zie je dat? En wat heb jij hier, Lucilla? Treintjes. Lucilla heeft de treintjes. Deze is van Luxie. Ja? Deze is van Luan, deze is van mij. Oh. En zo is het in ieder geval weer schemerig. Ja. Alles is uitgepakt en wel. We gaan even lekker een hapje eten hier bij het restaurant. Ja. Het is alweer bijna donker, duifjes. Oh. En hier moeten we naar binnen. Bij het sparretje. Ja, maar kijk, hier kan je het mooier zien. Dit bedoelde ik dus met de mooie avondstond. Brengt goud in de mond, of hoe zeggen ze dat? Als de zon ondergaat, nou ja, ziet het er zo uit. Wauw. Ik kan je speelgoedjes kopen. Zo, nou dit is ons mooie tafeltje. Yes. Dat is een gezellig tafeltje daar. Ja, leuk Luxie. Nou, papa heeft het lekkere, gezonde, verse tomaatsoepje. En nu al is het aan Luxie. We hebben de bollo pizza, toch? Ja. En wat heb jij, mijn liefste? De carpaccio. Is Luxie mooi in het kleuren, Luxie? Ja. Wauw, ben je een dol van het maken? Zo. Hier zit het een muntje. Hoe was de pizza? Lekker. Ja? Had hij gesmaakt? Papa, ga maar even blappen. Jawel, hè? Waar is Lucilla nou? Pak Lucilla dan. Ja. Ik wou dat zij zo vol zat. Klim maar, Lucilla, wat ben je aan het doen? Kijk, kijk maar, 3, 2, 1. Oh. En daar is ballaapje Luxie. En daar is 1, 2. Zo, en hier is Bollo, zo'n vers geschoten kogelbiefstuk. Met lekkere patatjes en salade. En hoor je liedjes? I just can't stop loving you. Liedjes zo'n papa vroeger hadden, Luan. En droomde ik ook popster te worden. Wij zijn inmiddels weer op onze kamer in ons lekkere huisje. En de kinderen die zitten heerlijk lekker te spelen in het bubbelbad. Gaat alles goed hier? Ja. Grappig hè? We zijn bubbels. Oh, wat een bubbels. Je gaat er ook heel veel slijm. Dat is lekker, Luxie. Dat is lekker hè? Bijna uit. Oh, lekker. Even shoppen. Lekker shoppen. Lekker slijmen. Ja. Mama, lekker slijm. Ah, Luxie. Oh. Wij zijn weer lekker uit bad. We hebben onze pyjamatjes weer aan. Ik ga zo even daar de vlog editen die jullie net hebben gezien. Daniel die is de hondjes nog even aan het uitlaten. En ik ga eens even kijken hoe het bij deze twee op de kamer is. Hallo, kijk. Hallo, zijn jullie er klaar voor? Ik zie wat jij niet ziet. Oké. Nou jongens, wat een lekker bedje hier, hè? Hé. Hey. Zullen we vanavond wel lekker slapen of niet? En we gaan morgen naar Mattel. Dat is ook superleuk overdekt speelgebeuren met Thomas de Trein, Bob de Bauer en Angelina Ballerina. Heel erg leuk. Dat gaan we morgen ook allemaal beleven. En ook Man van Sam. Veel meer. En Bob de Bauer. Ja, en Bob de Bauer. Dus dat gaan we morgen allemaal doen. Dus morgen zeker weer kijken. Maar voor nu zeggen we, doe de... duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei. Tot morgen. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in